een hele goede morgen. Het is vandaag zondag, zei je? Kan dat zo? Nee. Waarom dan? Ik doe gewoon een shirtje aan. Dit is toch een t-shirt? Oh, je wilt deze van uit doen? Ja, ja. Nou, goedemorgen. Het is vandaag zondag. Wij hebben vandaag heerlijk geslapen allebei. Helemaal uitgeslapen. We zijn helemaal uitgerust. We hebben even lekker gedoucht, omgekleed. En nu gaan we even vertrekken, maar even ergens lekker te ontbijten. Het is echt super lekker weer. 22 graden, dus ik heb even een topje aangedaan die ik laatst heb gehaald bij de Zara. En een broek eronder en gewoon even sandaaltjes voor vandaag. By the way, echt heel blij met deze nepwimpers van Ardell. Ik had ze laatst al laten zien in de vlog. Maar ze zijn gewoon heel natuurlijk. Ze vallen niet zo heel erg op als je ze op hebt. En dat vind ik echt heel chill. Echt de perfecte keuze gemaakt qua outfit. Ik vind het zo lekker. Ja, lekker dan. Die windje is echt gewoon... Ik doe het echt een chill dag. I feel it. Zullen we ergens op het terrasje zitten? Ik heb honger. Ja, op het terrasje niet? Vind je niet? Ja, lekker. Waarom? Ja, dat weet ik niet. We zien weer vandaag voor het eerst na zijn neuscorrectie een zonnebril op. De nieuwe zonnebril. How does it feel? Het feels a little bit different. Strange. Wij gingen vanochtend trouwens in bed allemaal oude vlogs van ons kijken. Van toen we nog in Mamaris waren en de eerste keer Bali en zo. En we willen nu echt op vakantie gaan. En ze zegt net, kun je maar even voor tickets naar Dubai of zo. Wat ik dus wou zeggen, hoe leuk is dat gewoon dat je gewoon alles vastlegt. Elke keer op video, zoals wij dat doen op vlogs. En dat je gewoon 2-3 jaar later gewoon even kan opzoeken van... Mamaris, dat je dan gewoon je hele vakantie gewoon kan nakijken. Besef dat we dat deden, hè? Met familie en zo wel. Yeah. Maar zo'n camera, wij zetten het niet op internet, maar je hebt allemaal van die cassettebanden van je vakantie. Ja, tuurlijk. Dat is toch geweldig? Maar hoe cool is dat gewoon, weet je wel? Dat je het gewoon allemaal kan terugvinden. Want ik ben echt, bijvoorbeeld van mijn tienertijd en zo, heb ik echt bijvoorbeeld zelf helemaal niks vastgelegd. Is toch gek eigenlijk dat mensen deze tijd alleen maar dingen filmen om het online te zetten en zien voor hunzelf? Ja. Ik vind het echt zo tof dat het er nu allemaal staat, zeg maar. Ja, toch? Het is echt de best feeling ever. Als je gewoon fresh nails hebt. We zijn weer bij Mado en ik ga vandaag voor mijn nemen met soethoek. Het is zo lekker. En ik denk dat ik zo'n pittige paprika dip erbij ga doen. Lekkere salades erbij, pikante tapenade en een frisse salade. En het ga ik eten zonder brood. Ze hebben het verkeerd aangeslagen, dus nu even er geen één. We hebben er maar één. Even zo zielig met z'n tweeën één menemen te eten. En te wachten op onze tweede. Dat is wel echt heel lekker, moet ik zeggen. Wij zijn nu lekker in de stad aan het lopen. En ze heeft een paar foto's van me gemaakt. Gegeten. We hebben wel lekker gegeten. En nu gaan we een beetje uitwerken. Maar ik moet wel zeggen, we hebben voor dezelfde prijs gegeten als... Hi. Ja? Gisteren was de kebabi voor dezelfde prijs. Ja, dat is wel waar. Kebabi was dezelfde prijs. We zijn bij een ijssalon. Nazim gaat een ijsje halen. Maar ik niet. We hebben weer een beetje geshopt. Het gaat weer wat beter met ons. Ik had dus een ijsje gehaald. En ik had na mijn ontbijt niks meer gehaald. Dus koffie gehaald. En we gaan nu naar de Mediamarkt. En dan ga ik een nieuwe koffiezetapparaat halen voor mezelf. En waarom? Maar die vind mij echt niet meer lekker. Tenminste, ik vind Senseo niet meer zo lekker. En ik wil heel graag zo'n filter koffie. Maar wat ga je in ons volgend huis doen dan? Daar hebben we die bonen. Nog lekkerder. Oh, ja, okay. Die is gewoon vers van ben de bergs. Blij, hoop ik, toch? Ja, tuurlijk. Daar hebben we echt boontjes. Zo lekker die geur op je. Stel je voor, ze zijn niet lekker. Wat dan? Dat kan niet. Guys, wij zijn bij de Mediamarkt zoals je kan zien. Die zit op zo'n gamestoel. Net zoals namelijk bij afdeling PlayStation aan het kijken. Ik heb mijn koffiezetapparaat gescoord van Philips. Ook nog echt een heel mooie. Ik heb nog voor het editen mezelf getrakteerd op deze harde schijf. En ik had deze echt zwaar nodig en deze blijkt echt heel goed te zijn. Ik heb echt moeite met mijn harde schijf. Gaat er soms echt heel goed uit tijdens het editen. Dus yes. En Nesme heeft een nieuwe elektrische tandenborstel van Oral-B. Wat? Huh? Wij gaan wandelen. En we gaan de broodjes geven aan de een. Ja, we hadden dus gisteren brood gekocht. Je hebt niet gedrukt, man. Oh, we hebben gisteren brood gegeten, maar vandaag is geen cheat day. Ja, nou, voor Nessie wel, maar voor mij niet. We gaan even de eentjes voeren. Wat vind je van mijn nieuwe bril? Echt mooi. Ik heb even voor de zekerheid maar een jasje aangedaan, want soms is het best wel fris buiten. We gaan proberen om een uurtje mee te gaan wandelen vandaag. Dat is echt een goede start. Yes. Zo, dat is echt een slecht shot.
Wij komen de eentjes voeren, maar de meeuw pakken alles af. Wij zijn weer terug. Wij hebben echt heerlijk gewandeld, maar we moeten allebei zeggen dat het best wel pittig was. Ja, dat was wel pittig. Het is echt zo raar. Kijk, alles daar. Maar het is echt zo raar als je zeg maar, zo lang niet echt zeg maar, weer beweegt. Nessie sport nog wel echt best wel goed eigenlijk, alleen de laatste dagen niet meer. Maar ik dus niet meer, dat ik echt gewoon moeite heb met een uurtje wandelen. Maar ik ga vanaf morgen weer sporten, heb ik voorgenomen met Nessie. Ik heb net lekker gedoucht. Ik ga even iets makkelijks aan doen. En dan gaan we even het huis een beetje opruimen en koken. Even naar de Albert Heijn toe. Ik moet een paar dingen halen. Gewoon the usual. Even lekker een warm vestje aan gedaan. Want wij gaan, zo het is echt heel gelig, wij gaan richting de appie. Even snel avondeten fixen. Waarschijnlijk. Heb je nou blijven vestaan? Nee. Wel. Even snel avondeten fixen. Het is best wel laat, we hebben nog niet gegeten. Dus het wordt waarschijnlijk gewoon even iets lichts. Even lekker pas om te doen. Hallo. Gewoon nog even snel een geurtje op doen. Ik doe even deze op. Juliette has a gun. Not a perfume. Ik ben er totaal niet zuinig mee. Want het is niet mijn favoriet. Ik praat tegen mijn followers. Die TikTok filmpjes waarbij vrouwen doen alsof ze influencers zijn. En dan vraagt die man toch ook altijd van wie praat jij? You're with my fans. I have a big, I have a lot of followers on TikTok. In the morning I go for a jog. En die man lacht zich altijd helemaal suf gewoon. Ja, stuk. Hij zegt van I cook 5-6 times a week, healthy. Je mag het helemaal stuk. Wij komen net van Albert Heijn. Ik kom letterlijk zo binnen gewoon. Wij gaan gewoon lekker healthy eten. Nessie heeft een zalmburger, hè? En we hebben mosselen gekocht. Oh, dat is weer. Ik zou zogenaamd mensen inspiratie geven wat ze moeten eten tijdens keto, maar ik eet alleen maar mosselen. Ja, dus lekker mosselgroenten erbij. En ze moeten nog. Ga je die koffieapparaat pakken voor? Oh ja, ik heb trouwens filters en zo gekocht. En nieuwe koffie en zo van mijn koffiezetapparaat. Ga denk ik vanavond wel uitproberen. Ja. Oh, Nessie gaat weer koken vandaag. Dat is echt, echt heel tof. Misschien wil ik daarom elke dag mosselen eten, omdat jij dan gaat koken. Is dat leuk? Ik ben even de vaten gaan pakken. Kijk guys, ik doe tegenwoordig gewoon zo'n halve citroen. Doe ik gewoon zo hierin in mijn vaat. Mosselman. Die is de lekker een salade aanmaken. Ik ga lekker salade eten en mossel en that's it gewoon. Als dressing gewoon vandaag citroen, zout en peper. Heel simpel. En olijfolie. Kijk, net zoals in zandburgers. I can't. Kijk hoe perfect ook die brood. Even checken hoe Nessie zijn burgers maakt. Oh, ga je mij nou stalken? Wat ga je erin doen dan, schat? Een zalmburger. Alleen dat? Natuurlijk niet, joh. Ga je er ook sla en zo erin doen? Tuurlijk, hallo. Moest ik eruit. Oh, wat ga je doen? Cocktailsaus erop? Ja, de bodem met cocktailsaus. Oh, ja. Oh, zalmburgertje erop, doe maar. En ik ga er gewoon even salade er nog op doen, dan is het klaar. Ik ga nu lekker genieten. Ik heb hem al, ja. Oh my god, het is zo gezellig weer. Guys, het is dus tijd hiervoor. Ik ga dit ding eindelijk even uitproberen. Oh my god, zo spannend. Ik vind het ook handig. Ik kan mijn vlogcamera erop zetten. Oh my god, guys, het gaat starten. Mijn eerste koffie komt eraan. Nou, we gaan het meemaken hoor.